Eigenlijk zeg je ook dus van, er zijn gewoon te veel deals voor jou. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. En vandaag hebben we een hele speciale gast naast ons, Shannon. En hij heeft onlangs de Real Estate Masterclass afgerond. En laten we horen wat hij te zeggen heeft. Dus voordat wij starten, Shannon, kun jij jezelf introduceren wie je bent en wat je doet? Zeker. Mijn naam is Shannon Riedel. Ik woon nu in Vleuterweide samen met mijn verloofde. Van beroep ben ik business analyst. Ja, ongeveer 4-5 jaar nu inmiddels. Ja, verder, waarom Real Estate Masterclass? Sinds begin dit jaar had ik het gevoel dat ik nog iets meer wil doen naast mijn baan. Maar wist nog niet helemaal wat het zou moeten zijn. Mm-hmm. Zeker omdat ik op zoek was naar de financiële stabiliteit op een gegeven moment voor de lange termijn. En aangezien ik ook mijn baan hartstikke leuk vind, wilde ik die niet opzeggen. Maar was dus juist op zoek naar iets wat ik dan parallel kon doen. Yeah. En na wat boeken te hebben gelezen, kwam ik achter vastgoed, waarbij er wordt aangegeven van die is een goede, laten we zeggen, mobiele voor je financiële vrijheid voor de toekomst. Ja. En een middag, het was ineens gepland, kwam jouw advertentie langs via mijn verloofde op haar Instagram, ja? Want ik heb het zelf niet. Dus toen zei ze, misschien is het wat voor jou. Ja. Dus toen ben ik gaan lezen en toen dacht ik, weet je wel, het zou wel. Geloof het niet. Mm. Maar toen dacht ik, misschien kan het toch wat zijn. Dus klikte ik op jouw advertentie. En toen zag ik, want ik heb het om 7 uur gezien. En jouw masterclass, de introductie, was om 7:30. Dus toen dacht ik van, het lijkt alsof het moest gebeuren. Ja. Dus op die manier was ik dan ingerold. Ik heb naar je masterclass gekeken. En toen dacht ik, op die manier. Dat was denk ik op mijn verjaardag. Ja, had ik het met vrienden erover. En toen dacht ik, dit is het eigenlijk. Ja. Ja? Wauw. Ja. En waarom wil je dan vastgoed voor jezelf kopen? Naast de financiële vrijheid, denk ik dan. Wat is je waarom misschien erachter? Toch ergens stiekem het willen ondernemen. Ah. Okay. En aangezien ik in de IT zit. Als ik voor IT kies, dan moet ik ontslag nemen in verband met, je bent eigenlijk hetzelfde aan het doen voor 2 verschillende klanten, dat mag niet. Conflict of interest. Ja, terwijl in vastgoed, dat kan je prima daarnaast doen. Ja, precies. Dat was ook eigenlijk de reden en ik hoef niet morgen of over 3 jaar heel veel geld te hebben. Mm-hmm. Het is echt puur voor de stabiliteit voor de toekomst. Ja, ja. En wat waren de grootste leerpunten voor jou dan uit de Real Estate Masterclass? Leerpunten. Ja, alles rondom vastgoed was voor mij nieuw. Ik kende die wereld verder niet, behalve horen zeggen en op tv zien. Mm-hmm. Ik kreeg wel meer bevestiging dat je vooral dingen moet doen, zeg maar. Als je iets wil, moet je er zelf achteraan gaan. Mm-hmm. Het komt niet naar je toe, je moet er wat moeite en tijd in stoppen. Yeah. En daarna, op een gegeven moment, dan gaat de bal vanzelf rollen. Ja. Je komt de mensen tegen die je nodig hebt. Je raakt in gesprek met mensen en op die manier gaat het verder. Helder. Ja. Nou, net hebben we natuurlijk al gesproken over de situatie waar je nu in zit. Hè? Voordat je de Real Estate Masterclass startte, schaf je aan, hoe vind je de deals? Hoe kom je aan geld? Ja. Hoe sta je er nu allemaal in eigenlijk? Ik denk voor mezelf in dat heel proces, het enige wat ik moeite mee heb, is het komen aan geld. Mm-hmm. Omdat het toch, het is een gevoelig onderwerp. Mm-hmm. En niemand ga je zomaar duizenden euro's lenen. Of voorschieten van, doe maar jouw vastgoedprojectje en als het goed komt, dan zien we het wel. Okay. Verder zelfs, ik vind het juist leuk om de gesprekken te voeren met bijvoorbeeld banken. Op zoek te gaan naar de deals van, het is ook deel van mijn werk. Ja. Om gesprekken te voeren met mensen, dus dat vind ik juist het leuke ervan. Mooi. Dus het is vooral het financieel gedeelte, het regelen van het geld, zodat je panden kan aanschaffen. Okay. En dat is wat wel eens interessant, als je kijkt naar Facebook, online, nieuwsbladen, nu.nl, al die websites. Ja. Hoor je dat het eigenlijk hoe moeilijk het is natuurlijk om eigenlijk deals te vinden of huis te kopen, zoveel competitie. Ja. Waarom zeg jij dat dan niet eigenlijk? Ja, ik ben niet bang voor de competitie. Ik denk, ik kan op een gegeven moment niet in mijn eentje alle deals kopen. Nee. En dat geldt ook voor de rest. Mm-hmm, ik bedoel, mensen hebben woningen om in te kunnen wonen, dus ja. Maar eigenlijk zeg je ook dus van, er zijn gewoon te veel deals voor jou. Ja, eigenlijk wel.
Als ik de financiële middelen had, had ik nu inmiddels meerdere kunnen aanschaffen. Ja, dat klopt. Oké, helder. Ja. En wat is het meest belangrijkste leerpunt dat je uit de real estate masterclass hebt gehaald dan? Ik denk dat drempels bestaan in je hoofd. Aha, helder. Als je eenmaal bekend raakt met een bepaalde materie of onderwerp, ja, dan gaat het vanzelf. Ik bedoel, niemand wist alles van tevoren. Nee, je moet het gaan doen en dan kom je vanzelf erachter. Ja. Dus dat is het, dat is eigenlijk hetgene voor mij. Ja. En wat heb je nu voor jezelf vastgesteld in een jaar tijd? Zou minstens 2 willen kopen. Ja. En denk je dat het mogelijk gaat worden nu je de cursus hebt gedaan? Ja, dat zou moeten lukken. Als ik vooral dat stukje wat ik net zei, de financiën zie te regelen, ja, zie ik wel mogelijkheden. Nou, zo hebben we natuurlijk ons speciale privélesje met jouw groep hè, van 9, ja, die toch achter de camera zitten nu wordt heel staan te kijken. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Ja? Goed. Hartstikke bedankt dat je hebt meegedaan. Dankjewel. Ja? Bedankt ook aan jou. Dankjewel. Dankjewel Shannon. Dat was nogmaals kijkers voor deze video. Shannon heeft meegedaan met de Real Estate Masterclass, een van de eerste groepen die ik heb geleid. Dat is me een grote eer en plezier om jou te kunnen helpen eigenlijk. Ja? Hartstikke bedankt. Top. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol was. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal, zodat jij ook meer waardevol content zult krijgen. En vergeet ook niet de video te liken. Mocht je wat vragen hebben, laat ze achter in de comment sectie hieronder. En ik zie je graag tegemoet bij de volgende video.